Heel de liefde van de Heilige Geest die is gericht op de dingen van God. Als dan de Heilige Geest in je hart werkt, dan is dat die geest die zo diep verlangen heeft naar reinheid en naar heiligheid en naar zuiverheid. Het wonderlijke is nu dat God zijn Heilige Geest in je hart laat werken en laat samenvallen met je eigen geest. Dan komt er in jezelf ook een nieuw verlangen. Dus het is niet maar een strijden tegen de zonde. Het is een verlangen tegen de zonde. Want de Heilige Geest verlangt om God lief te hebben. En die doet dat ook, de Heilige Geest zelf. Maar daarom is ook het werk van de Heilige Geest dat hij je leert verlangen om God lief te hebben. En leert verlangen om de werken van het vlees te doden. Dat daarvoor geen plaats meer is. Daarin herken je dan ook een christen. Een levende christen die zegt, ja, mijn geest begeert tegen het vlees. Ik heb zo'n diep verlangen om heilig voor God te leven. Zo'n diep verlangen om me aan de wet te kunnen houden. Zo'n diep verlangen om echt dienstbaar te kunnen zijn aan mijn naasten. En tegelijk zo'n innerlijke strijd. Want dat tegen elkaar begeren, dat betekent ook dat ik tegen elkaar gaat strijden. Deze staan tegen elkaar. En dan voel je zo'n tegenstelling van binnen. Dat je soms denkt, ja, maar wat wil ik nu echt? Het ene moment denk je, ik wil zo graag de Heere dienen. En het andere moment denk je, ik wil zo graag de zonde dienen. Wat wil ik nu echt? Nou, als het waar is dat je de Heere wil dienen. Als het waar is dat er een diep verlangen is naar reinheid en zuiverheid, dan is dat toch tenslotte het bepalende. Dat je mag zeggen, het diepste, dat is dat. Oh, er zijn wel allerlei neigingen die zomaar omhoog komen. Die komen uit alle schuilhoeken van mijn hart om verkeerde dingen te doen en te willen. Maar dat is niet mijn diepste verlangen. Mijn diepste verlangen en mijn hoogste verlangen, dat ligt bij God. Een christen, die herken je daarin aan. Een levende, een ware gelovige. En iemand die alleen maar in schijn gelovig is, waar herken je die dan aan? Heeft hij dat niet, die twee dingen in zich? Nou, eigenlijk heeft iedereen dat. Christen of niet christen. Ieder mens merkt wel iets van die twee kanten. Er is geen mens op de wereld die alleen maar verkeerde dingen wil. Want diegene zou al lang niet meer leven. Ieder mens wil wel ook goede dingen. Er is natuurlijk al helemaal geen mens op de wereld die alleen maar goede dingen wil. Dus alle mensen op de wereld voelen wel iets van die twee kanten. Dus als je die twee dingen allebei in je hart voelt, daaruit kun je nog niet concluderen dat je een ware christen bent. Maar wat gebeurt er eigenlijk bij iemand die geen ware christen is? Daar kunnen die dingen naast elkaar bestaan. Een beetje van dit, een beetje van dat. Of een heleboel van dit en een beetje van dat. Of een heleboel, nou, welke verhouding ook. Maar het kan naast elkaar bestaan. Nou, en daar ligt nu mijn zorg die ik voor de preek benoemde. De indruk dat het allemaal wel naast elkaar bestaan kan. Dat je een driedaags festival kan hebben waar het EK getoond wordt en wereldse muziek. En in hetzelfde festival gaan we ook zingen tot Gods eer. Ja, dan heb je voor iedereen wat. En ja, vrijdag vindt de een mooi en zondag vindt de ander mooi. Nou, kan toch allemaal naast elkaar bestaan. Maar een christen zegt, die suggestie moet verre van ons zijn. Het kan niet dat we van twee walletjes eten. Ik heb het nu dan even over dit grote gebeuren, maar dat geldt nu net zo goed in je eigen hart. Er zijn zoveel mensen die zeggen, ja, nee, natuurlijk kan ik niet altijd alleen maar zo doen, maar af en toe moet toch kunnen.
Je moet er af en toe een beetje kunnen laten gaan. En op andere momenten, nou dan zit je, ja, dan zit je bij de Bijbel. Proberen het zo lang mogelijk vol te houden van twee walletjes eten. Maar als dat je leven is, dan is het niet vlees en geest. Dan is het vlees en godsdienst. Vlees en godsdienst kan naast elkaar bestaan. Maar wat blijft er dan over? Er blijft uiteindelijk het oordeel over. Want de godsdienst kan je niet redden. En als het vlees blijft leven, dan zul je met dat vlees omkomen. Dus wie zijn vlees zichzelf wil vasthouden, en misschien wel om zichzelf te kunnen handhaven nog een heleboel godsdienst erbij heeft, die zal verloren gaan. Er is geen toekomst voor vlees en godsdienst samen. Het enige waarmee je kunt leven, is als je deze tekst herkent. Het vlees begeert wel tegen de geest, maar daar is ook dat begeren van de geest tegen het vlees. Als je het gaat herkennen, die oproep in je ziel, zeg ja, dat is wat ik verlang. Wandelen door de geest en niet meer naar het vlees. Ja, maar een beetje wil ik toch kunnen vasthouden. Nee, zegt een christen, het is er wel, maar ik kan dat niet vergoelijken. Het is niet zo dat ik dat nog graag zou willen vasthouden. Ik zou het wel willen kwijtraken. En soms denk ik weer, ja, maar het is toch iets uit mijn eigen hart. Het is toch mijn eigen verlangen. Het is toch mijn eigen karakter. Dat wil je toch? Als je daarmee nou naar God gaat, zegt de Heer, dit verlangen leeft er nou zomaar weer in mijn hart. Wie ben ik nou? Als je het voor God neerlegt en deze tekst ziet, dan wil de Heer het je op je hart drukken. Ja, toch, Heer, toch, u weet het. Ondanks al mijn struikelen, u weet het, toch ligt hier in mijn hart. Dat ik Christus zijn voetstappen mag drukken. Dat ik wandelen zal door de geest. Toch is dit mijn bede. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Ik dank God door Jezus Christus, onze Heere.